Het is al bijna een week geleden, maar volgens mij geniet iedereen nog flink na van die krankzinnige finale. Waarbij er gewonnen is van Ajax en we beker nummer 11 mee naar Eindhoven hebben kunnen nemen. Morgen wordt er op PSV weer gevoetbald in de competitie. Dit keer tegen Sparta Rotterdam. We bespreken de wedstrijd met Ruud van Nistelrooy. En oké, omdat het kan en gewoon heel erg lekker is, blikken we nog even terug op die heerlijke, heerlijke bekerwinst. Ja, dat moet allemaal inzinken. Tuurlijk ben je vooral blij met de winst. En daarna zinkt het in en kijk je ook hoe de wedstrijd gegaan is. En kijk je ook inderdaad wat het een thema was. Het gedrag, et cetera, opstootjes. Nou, daar kijk je ook naar, dat moet je ook adresseren. Maar uiteindelijk overweegt het gevoel dat je een prijs pakt met elkaar. En dat is iedereen betrokken. Als staf, als groep, als selectie, als club, supporters, iedereen. Het is gewoon geweldig om mee te maken. Die ontlading, het feest en het gevoel wat het geeft om een prijs te pakken. En dat was een schitterend gevoel. Daarna met families nog in het stadion waar heel veel fans nog waren. En in de verlenging met elkaar, met spelers, staf en familie, dat te delen. En dan heb je 2 dagen vrij om wat bij te komen, alles te laten indalen. En dan langzaam ook weer vooruit gaan kijken naar wat er komen gaat. Ja, het was fantastisch ook om jou vol overgave te zien, ook op het veld, richting de supporters ook. Ze hadden shirtjes, ze waren er zelfs nog om 1:30 s'nachts in het stadion. Hoe is die steun overgekomen bij jullie? Ja, dat is overduidelijk. Dat is elke wedstrijd ervaren we dat, thuis of uit. En ook vorig jaar in de bekerfinale was het gewoon een enorme steun wat je dan hoort van de jongens. En ook dit jaar weer, daar kwamen we natuurlijk achter. Maar de steun was geweldig. Dan speel je naar die kant toe, kom je gelijk. En dan, de penaltyreeks is de reeks. Maar dan kan je het vieren met de supporters, dat was heerlijk. Ja, we kunnen het er niet over hebben. Joël Drommel, zoveel kritiek over zich heen gehad, bijna afgeschreven. En dan flikte je toch daar onder die lat. Dan is het eigenlijk wel het verhaal van Drommel in de bekerfinale. Ja. Wat merk jij deze week dan aan hem, wat dat allemaal heeft gedaan? Ja. Kijk, hij heeft zich altijd top opgesteld. Ook als werd Benitez gehaald als eerste keeper. En hij is altijd zich in blijven zetten voor het team. Altijd hard blijven trainen, altijd heel hoog niveau gehaald. Nou, daar heb ik hem vertrouwen in gegeven. In het bekertoernooi dat hij daar ging keepen. En ook de wedstrijden met de blessures van Benitez. En hij ontwikkelt zich gewoon heel goed als keeper. En hij kan gewoon fantastisch keepen. Dus en door dit verhaal krijgt zijn carrière loopbaan natuurlijk een geweldige impuls. Waar hij vandaan kwam met de onzekerheden. Met erin, eruit, wat foutjes, de druk bij een topclub. Ja, dat is in één klap weg. En zijn carrière krijgt een impuls. En heeft hij ook aan ons gegeven. En dan pakken we met elkaar ook die prijs door. Dus ja, dat is geweldig om met hem daar natuurlijk dat traject te mogen doorlopen. Dat heb ik ervaren zo. En als het dan zo uitpakt, ja, geweldig. Ja, dat ging hem ook inderdaad. Ja. We hebben er een aantal zien neervallen, hè? Of het nou kramp was of iets anders. Hoe is iedereen die strijd uitgekomen? Zo'n Thorgan Hazard was er bijvoorbeeld nog niet bij? Nee, die was er niet bij. Die is er morgen helaas niet bij. Die heeft een blessure opgelopen in de finale, waardoor die nog waar Sparta te vroeg komt. En de rest is wel beschikbaar die bij de finale aanwezig was. Oké. Dan zijn er deze week ook is er wat nieuws naar buiten gekomen over mogelijke vertrekkers. In hoeverre zijn daar al gesprekken over? Nou, niet. Dat zijn geruchten. De jongens die bij ons onder contract staan, langdurig, weten gewoon dat zijn PSV'ers totdat het tegendeel bewezen wordt. Ja, dat kan altijd, maar dat is nu geen sprake van. Natuurlijk krijg je speculaties, et cetera. En dat is normaal richting einde seizoen. Je hebt natuurlijk de jongens die gehuurd zijn. Ja, dat is een ander verhaal, maar daar wordt de komende periode ook naar gekeken natuurlijk, wat er mogelijk is. Maar meer kan ik daar op dit moment ook niet over zeggen. Helder. Is die hele belangrijke week voorbij. Dan heb je nu nog 4 wedstrijden in de competitie. Ook alleen daar focus nu op. Hoe zie je die wedstrijden als finales? Of? Morgen is heel erg belangrijk. Dat is een sleutelwedstrijd in de competitie. Dat weet je. Weten we. En het gaat erom dat we afgelopen week goed zijn doorgeschakeld naar die focus, naar die nieuwe focus. En je neemt het vertrouwen mee vanuit de finale, vanuit het winnen.
Ja, dat moet je meenemen naar morgen en dezelfde scherpte en instelling, motivatie, agressiviteit. En dan gaat de kwaliteit van onze spelers gaat het verschil maken. Maar dan moet je wel weer 90 minuten op de mat kunnen leggen. En Sparta is een ploeg die dat constructief eigenlijk het hele seizoen, elke wedstrijd gewoon gestaag doet. Dus dat is een mooi voorbeeld voor ons om morgen te staan. En die heeft menig mens verrast dit seizoen, jou ook? Ja, dat, ik denk het wel. Aan de voorkant dan verwacht je Sparta niet op die plek. Verwacht je ze niet zo constant. Verwacht je ook niet dat ze dat volhouden. Maar met Maurice Stijn aan het roer, dan weer fantastisch werk verricht met zijn ploeg. En dat zijn gewoon profs. Ze weten waar ze goed in zijn, waar ze minder goed in zijn. Dat voeren ze gewoon constant uit. En dat is knap. Ja, er is dan heel wat gezegd over PSV de afgelopen tijd, over misschien motivatie wat dan mist. Heb je het idee dat deze wedstrijd zo'n prijs, zo'n badjas, zo'n huldiging een injectie van motivatie heeft gegeven binnen het team? Nou, dat moet je omzetten morgen in daden en laten zien op het veld dat er een team staat wat even scherp, even agressief is als in de afgelopen twee wedstrijden in de competitie en in de bekerfinale. En daar gaat het om bij ons. En als we dat doen, dan hebben we de kwaliteit om wedstrijden te winnen. Morgen wordt er om 6:15 afgetrapt in het kasteel. Tegen misschien wel onverwacht de nummer 5 van de ranglijst. Het wordt de tweede keer voor PSV dit seizoen dat ze Sparta uittreffen. Eerder was dat voor de beker. We weten hoe dat afliep. We gaan historisch voorbeschouwen. Een kleine week na de bekerfinale gaat PSV weer op bezoek in Rotterdam. Dit keer is niet de Kuip de eindbestemming, maar het kasteel in de wijk Spangen. En dat allemaal in speelronde 31 van de Eredivisie. Het wordt daarmee dus de 5e keer dat PSV dit seizoen de reis van ongeveer 1,5 uur naar Rotterdam maakt. Op het kasteel is op een away day plaats voor 650 uitsupporters. In de tweede ronde van het bekertoernooi stonden beide ploegen ook tegenover elkaar in Rotterdam. Guti meegeven aan Xavi Simons. Daar is dan het schot op doel en het is raak ook. Na ruim een half uur komt PSV op voorsprong. Madueke kan nog een keer een actie maken. Madueke. Uiteindelijk het schot met rechts van richting veranderd. En dan is het 2-0 in de extra tijd van de eerste helft. En dat is een behoorlijke mokerslag voor Sparta. Een goede voorzet zou kunnen helpen. Daar was Van Krooi, afvallende bal. Gaat erin. Ja, ja. Het doelpunt van Verschuren. Uit het niets, het doelpunt voor Sparta. Toen won PSV dus met 2-1. Eerder dit seizoen in Eindhoven werd het 0-0. Lijkt PSV wel begonnen aan een slotoffensief. Madueke naar zijn linker. En dan is de wedstrijd klaar. Het is in ieder geval zijn herstart van het elftal van Ruud van Nistelrooy. En een gelijkspel komt ook vaak voor als we er de statistieken bij pakken. Van de 56 onderlinge duels op het kasteel rond PSV er 26 bleven de punten 12 keer in Rotterdam en eindigde het 18 keer onbeslist. Ook 3 seizoenen geleden. Troglu wenkt dat hij de bal wil hebben, maar hij heeft nog geen duel gewonnen van Matthij als de extra tijd minimaal 3 minuten bedraagt. Gakpo, Yataren. En daar is hij nog! Daar is de gelijkmaker van PSV, Cody Gakpo. En zo redde Cody Gakpo in blessuretijd een punt voor PSV. Een seizoen later viel er sneeuw en vielen er veel doelpunten. Sahavi, balletje binnendoor op Sangaré. En die houdt het overzicht en PSV brengt de marge weer op 2. En gooit de wedstrijd nu dan toch wel definitief in het slot. En de assist is van Sangaré. Dat is zijn eerste. En vorig seizoen won PSV met 2-1 op het kasteel en maakte Mauro Junior zijn voorlopig laatste voor PSV. Mauro Junior. Hoe lekker geschoten, wat een goal zeg van Mauro Junior. Ja, het is echt een geweldige uithaal. Onze oudste beelden van Sparta PSV komen uit 1981. PSV won toen met 2-0. Torense, daar komt een van de spaarzame keren. Willy van der Kerkhof, de keeper is eruit voor Manooi. En dan Torense voor het laatste setje. In de 37e minuut is het 1-0 voor je PSV. En dan, wat gebeurt er ook nog? Dit, een aanval met behulp van Ruud Geels. Over het algemeen eenzaam voorin. Nu met 4 PSV'ers voorin, 3 Spartanen achterin. En in de slotfase van de wedstrijd dan deze kans voor Poortvliet na een fout van Bert Jansen. Jules Elleman maakte de overstap van Sparta naar PSV en scoorde in zijn debuutwedstrijd voor de Eindhovenaren. Schuurhuizen correct. Dat valletje
Valt, is jammer voor hem. Koeman, een Ellerman uitgerekend, hij. Ja, ja, Jules Ellerman. Giovanni Sambo wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan Sparta en maakt in speelronde 30 tegen FC Twente de gelijkmaker. Van Krooi, oh, bijna Sambo helemaal, 3-3. Maar hij kreeg bij het juichen ook zijn tweede gele en dus rode kaart en mist daardoor het duel met PSV. En tenslotte Ruud van Nistelrooy, hij loopt 1-1 op het kasteel. Van Nistelrooy, hier zo langs. Ruud van Nistelrooy gaat het zelf doen. Ja, en heel makkelijk. Nummer 22 van het seizoen betekent waarschijnlijk de beslissing van deze wedstrijd. Direct naar rust is het de topscorer van Nistelrooy die Jansen uitkapt en simpel 2-0 binnenschiet.